Na een succesvolle periode als eigenaar van een capsalon en een bed en breakfast, zet Teun Feun nu zijn eerste stappen in de boeiende wereld van cosmetische behandelingen. Toch kan hij niet ontkomen aan de ongewenste vergelijkingen met Roy Donders, iets wat de Urk, Ster liever vermijdt. Vol overtuiging benadrukt Teun dat zijn cosmetische opleiding aanzienlijk uitgebreider is dan de kortstondige cursus die Roy volgde. Terwijl Roy een waarschuwing kreeg voor het ongeoorloofd plaatsen van fillers, ligt bij Teun de nadruk op PMU. Een gedegen medische opleiding die ruim een jaar in beslag neemt. Teun onderstreept het belang van gecertificeerd zijn voor de uit te voeren behandelingen en distancieert zich van de snel behaalde certificaten. Hij benadrukt dat zijn aanpak, gericht op het behandelen van littekens, een specifieke medische expertise vereist. De ERK-Ster maakt duidelijk dat deze cosmetische ontwikkeling een aanvulling vormt op zijn reeds bestaande scholing, waarmee hij zijn veelzijdigheid in de wereld van schoonheid en welzijn verder uitbreidt.